Op kermis maandag in Lierop was er dit jaar geen fokpaardendag. En dus ook geen tent waarin gefeest kan worden. Carnavalsvereniging De Kouvoetjes en Nirwana kregen het idee om samen het evenement Fok, het is geen paardendag, te organiseren. Dat was meteen een succes. Guus Bergers, ja. Het is geen fokpaardendag en toch wordt er gefeest. Ja. We moesten iets doen, hè, en, om de kermis toch in leven te houden. Het is lastig om nou iets te doen tijdens corona. Ja. Maar ja, het is mooi om toch wat te doen. Want wie organiseert dat nou eigenlijk? Nirwana samen met de Kouvoetjes, de carnavalsvereniging in Lierop. Hoe ben je bij elkaar gekomen? Hoe is dat begonnen? Normaal doet de horeca, regelt de Kouvoetjes, die regelen dat normaal bij de fokdag. En ja, dat ging dit jaar niet door. Dus ja, we moesten toch iets. En Nirwana is een perfecte locatie om toch iets te organiseren. En aangezien dat Koen, de voorzitter van Nirwana, ja, bij Nirwana, de voorzitter van Nirwana is, dan kunnen wij daar mooi regelen. Dat is een mooie win-win situatie. En je mist de paarden niet? Ja, we missen de paarden wel. We hebben wel ezels hiervoor neer mogen zetten. Ja, en dan stond erbij van, fok, het is geen paard. Ja, toch een beetje in stijl te houden, omdat het geen paardendag is, maar wel iets anders. En dat duurt al een dag? Dat duurt tot 5 uur. Tot 5 uur maar? Ja, tot 5 uur maar. Maar dat komt gewoon. We wilden eigenlijk de horeca in Lierop ook iets gunnen. Maar ja, helaas is dat niet meer mogelijk, omdat de horecaregels nog steeds van kracht zijn. Dus een 5 uur gunnen we snel naar Turp? Ik weet niet wat de bedoeling is. Dus dat is onze... Dus je bent hier aan het indrinken? Ja, we zijn hier aan het indrinken voor hetgeen wat eigenlijk niet mag, zeg maar. Okay. Dus ja, het zou mooi zijn als de horeca wel open zou gaan, mogen. Ja. Maar ja, dat is helaas niet het geval. En dit is eenmalig of willen we dat elk jaar doen? Dit is eenmalig, want we hopen natuurlijk dat gewoon de fokpaardendag door mag gaan volgend jaar. En dat is het mooiste wat er is eigenlijk. Ja. Dit is een alternatief, maar de fokpaardendag is altijd nummer 1 op maandag natuurlijk. Ja, een fokpaardendag is normaal geen muziek, maar normaal is altijd muziek. En je hebt een soort mix van gemaakt, of ja, we hebben er een soort van mix van gemaakt, want er hoort geen muziek te zijn op de fokdag. Hebben we nou ook maar gekozen. Sommige mensen vinden dat vervelend. Ik zelf hou ook al wel muziek. Het hoort er wel bij. Daarom hebben we voor een silent disco gekozen, om toch mensen die muziek willen horen, om daar wel gebruik van te kunnen maken. Ja. En wat horen we dan? Wat horen we hier uit? Ja, van alles waar. Afrika, Doe. Alles. Alles komt erbij. Ja. Het is al nou wel een succes, hè? Het is wel een succes. Het is redelijk druk. Iedereen wil in het zonnetje staan. We hebben al een tent neergezet voor het geval dat het ging regenen. Maar ja, gelukkig is dat niet het geval. Maar... Had je dat verwacht? Ja, we hadden kaarten verkocht natuurlijk. Dus 500 kaarten. We wilden geen 750 kaarten, omdat het anders te druk zou worden. Dus ja... We hadden verwacht dat er 500 man zou staan, maar dat iedereen er zo enthousiast van werd, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Ja, ik denk dat mensen dat ieder jaar wel zo terug zouden zien komen. Ja, misschien wel, maar fokdag, fokpaardendag is wel echt, daar moeten we niet in de weg willen zitten. Want ja, dat is gewoon, dat hoort bij Lierop, dat moet ook elk jaar terugkomen. En daar moet ook gewoon iedereen naartoe blijven gaan. En ja, dat is gewoon een stukje van Lierop en daar zijn we trots op. Nou goed, Koen Schijpers. Van Nirwana en van de Kouvoetjes. 1-1 is 2 hier, of niet? Ja, hier is 1-1 2 inderdaad. Het valt helemaal op zijn plek inderdaad. Het is, normaal gesproken is het met de fokdag natuurlijk gewoon voor de carnavalsvereniging werken. Ja, en nu heb ik een dubbele pet op, maar gaat helemaal goed. Succes, of niet? Ja, het is gezellig, het is druk, het is uitverkocht. Er wordt goed gedronken, er wordt goed gegeten. Dus ik denk dat alle verenigingen hier... Je beter van worden. Waar stond je tent eigenlijk voor? Ja, voor hetzelfde geld is het kooi weer en dan... Is Lierop altijd goede weer of niet? Mijn Lierop kermis is het eigenlijk wel altijd goede weer inderdaad. Maar nee, ja, het is toch, ja, je moet een tent zetten voor anders dan... ja, stel dat het wel regent, dan ja, zou het ook vervelend zijn. Als je moet kiezen tussen fokpaardendag of dit, waar kies je dan voor? Dan ben ik geneigd te zeggen vanuit Nirwana voor dit. Vanuit de carnavalsvereniging voor de fokpaardendag. Ja? En namens mezelf zou ik ook het liefst gewoon de fokpaardendag organiseren zoals hij eigenlijk altijd... Ja, Gussel, dat doen we niet elk jaar, doen we maar in. Nee, absoluut niet. We hebben, toen we het horen kregen dat de echte fokpaardendag niet doorging, hebben wij meteen met Guus geschakeld. Zo van,
Nou, we hebben het volgende plan alweer liggen. Hè? Want ja, Guus is natuurlijk ook een van de organisatoren van de borreltuin. Ja. Dat was Guus zijn idee. En ja, met deze, ja, in deze hebben we de samenwerking weer weten te vinden. Dus, ja. En muziek mocht je niet? Of muziek wilde jij niet? Nee, ja, de fokpaardendag, er hoort geen muziek bij, hè, Harry. Nee, dus, ja. Ja. We hebben er wel voor gekozen om in ieder geval een silent disco hier neer te zetten. Hè. Dus voor degenen die dan toch willen dat er muziek, die toch muziek willen luisteren, is daar een mogelijkheid voor. Maar, ja. Ja. Maar volgend jaar wel gewoon fokpaardendag? Ik hoop het wel, ja.